Ja, maar schaatsen is het zo, als je naar de stedentocht gaat beginnen, dan wil je hem uitrijden. En met een voetbalclub is het zo dat, dat je uiteindelijk je droom is dat je daar een fantastische club van kan maken. Maar het betekent dat als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken. Nieuws over FC Utrecht. De club heeft namelijk een nieuwe investeerder. Het is Frans van Seumeren uit De Meern. Hij krijgt voor 16 miljoen euro 51% van de aandelen in handen. Ik reageerde helemaal niet. Later, ik ging bij hem op visite. Ik was op de racefiets en we gingen net wandelen. En hij zegt, jij hebt helemaal niet gereageerd. Ik zeg, nee, want ik vond het zeer onverstandig. Nou, hij vond het wel leuk. Dat een club in privéhanden kwam voor het meerderheidsbelang. Dat was in Nederland sowieso volgens mij toen nieuw. Ik zat in Amstelveen op mijn kantoor. Frans van Seumeren aan de lijn. Stoel, zit je goed? Ja, ik zit lekker op mijn stoel. Hij zegt, nou, ik heb net FC Utrecht gekocht. Ik zeg, wat? Ja, dat snap ik ook niet. Dat snap ik ook niet, maar goed. Frans is heel goed in geld verdienen. Maar hij is ook heel goed om het geld uit te geven. Hij houdt niet zo van geld. Het is geen luxe jongen. Het is niet een jongen die heel luxe leeft of luxe dingen doet. Dat is helemaal niet zelfs. Kijk, hij heeft zelfs nog nooit een nieuwe auto voor zichzelf gekocht. Globaal wordt gezegd, hij heeft zo'n 40 miljoen in de club gestopt. Klopt dat bedrag? Ja, het is zelfs wat meer nog. 45. En dat krijgt hij voor een deel nooit meer terug. This is the loadmaster. We're ready for you to connect with the FMC. 10:37 a.m. Lines have been cast off. Navy Tex, it's fully yours now. Kom je niet langs Celsius? Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, ik kom van de A12. Ja. Goedemorgen, Mark. Hey, Willem. Zevende. Hey. Grote baas. Zijn jullie er klaar voor, jongens, om op een schip te gaan? Ik ben wel benieuwd, ja. Zeker. Ja. Oké. Dan gaan we erheen, hè? En inzicht in het echte werk, hè? Ja, dit is ruige werk, hè? Ja. Maar, en die twee grootste, dat zijn ook echt de grootste ter wereld, toch? Nee, zijn die twee grootste. Eentje die vaart de noordelijke ijsroute nu. Ja. Dus die gaat echt bovenlangs, dat gebeurt eigenlijk nooit. Die moet dwars door het ijs heen. En daar zijn die schepen ook op gebouwd. Ja. Ik zal het wel uitleggen daar. Ja, we zijn op uitnodiging van Frans van Seumeren hier naartoe gekomen om te kijken naar een van zijn vele schepen. En, ja, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Het moet een interessant schip zijn. Dus even een andere wereld dan we ons normaal in begeven. Het was wel mooi dat Heerenveen verloor. Hè? Ja. We moeten uiteindelijk proberen vierde te worden natuurlijk. Kijk, hij is natuurlijk een club-eigenaar omdat hij echt het hart voor Utrecht heeft. En niet om van de club te profiteren en misschien in een betere fase weer te verkopen. En ik denk dat dat de enige manier is ook waardoor je het in stand kan houden. En, ja, ik denk dat de dankbaarheid heel Utrecht groot is en wij beseffen dat ook heel erg goed. En wij proberen dat ook natuurlijk uit te dragen. Hij is iets meer naar de achtergrond. In het begin was hij heel veel aanwezig, heb ik op het trainingskamp ook nog gezien. En dat is ook heel mooi om mee te maken, ja. Het is wel iemand die binnenkomt. Ja, we gaan ervoor, hè? Ja, we gaan ervoor, jongen. Ja. Goeie wedstrijd, hè? Ja, jij ook, hè? Hoi. Zo. Bij Bram, beste wens met nieuwe jaren. Ja, jij ook, jongen. En veel plezier in de liefde, hè? Ja, dat is het belangrijkste, hè? Ja, dat hoort erbij, hè? Gezien dat hij hier, zeker in het eerste jaar, volgens mij, eerste twee jaar, wel het een en ander overhoop is gegooid met mensen die weggingen, relletjes in de media en noem maar op. Maar ik denk wel dat hij dat soort dingen allemaal wel heel goed gemanaged heeft met strakke hand. En dat hij wel even laten zien van oké, weet je, iedereen mag zijn mening hebben. Maar als we een richting op gaan, gaan we wel allemaal die richting op. En niet dat de ene naar links, de andere rechts gaat. Maar als we gaan, dan met z'n allen, alle neuzen dezelfde kant op. Ja? Jij moet even voorspellen. Oh ja. Nou, ik heb nu 3-1. Zo, Gon, die gaat. Ja. Frans zegt hetzelfde als wat ik zeg. Ja, kijk, maar er staat er al 2-1. Oké, maar er vallen veel goals vanmiddag.
toen met Van Adegem, dat was een grote teleurstelling. Want daarvoor was een groot deel van de technische staf op advies en verzoek van Van Adegem ontslagen. De samenwerking liep niet lekker en het was niet meer de 100% toewijding die wij hadden verwacht. En toen Puntje bij Paaltje kwam, toen was Willem ziek. En toen durfde die eigenlijk daar niet voor uit te komen. En de rest is geschiedenis. Dat zijn teleurstellingen. En ook bij het vertrek van Dop. En toen heb ik tegen Van Dop ook gezegd, ja, jij verdient het niet om door de achterdeur weg te gaan. Wat daar allemaal zich afgespeeld heeft met contracten, met sponsors, met zaakwaarnemers, met spelers. Ik denk dat hij zijn postje al heeft gehad in die beginjaren. De grootste nederlaag is misschien de koop van de drie Zweden. We hadden toen ineens mooie transfers. Strootman en Mertens. En toen is wel heel snel weer geïnvesteerd voor meer dan 8 miljoen in drie Zweden. Die ons werden aangeboden en nou, daar hebben we op moeten aftikken. Dat is gewoon een nederlaag. Ik denk dat het best wel eens een keer dat hij dacht van mijn ben ik aan begonnen. Maar ja, er zijn er ook weer mooie momenten dat hij waarschijnlijk zou denken van oké, hier doe ik het voor. Alleen die supporters moeten niet veel van die leuzes doen. Dan hebben we dat hier echt leeg gedaan. Door een compleet lege tribune en geen supporters van Ajax is er een hele rare sfeer in de Galgenwaard. Dat zou de enige reden zijn dat Frans misschien wel wegloopt. Nou, als het een paar keer achter elkaar gebeurt, dan heb je daar wel kans op. Dat hij dan gaat zeggen van jongens, nou is het toch echt de laatste keer. Want hij waarschuwt maar 1 of 2 keer en dan is het klaar. En hij heeft er al een keer gewaarschuwd, hè. Dus dat is een gevaar. Want dan wil je niet meer geassocieerd worden. Dat kan niet, vind ik. Als je een paar keer goed teleurgesteld wordt, weet je, ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Op een gegeven moment, kijk, emotie en gevoel. Maar op een gegeven moment gaat ook verstand meewerken. En dan is maar net wat de overhand krijgt. Gom, we gaan daar zitten. Hier. Ja? Kijk, jongens. Kijk, de bunnik zijn vol zitten. Kijk, hè? Mooi, hè? Hij zou nooit zeggen, ik heb spijt. Want dan kan ik toch niet terug. Want dat vindt hij raar woord. Snap je? Mm-hmm. Hij zou zeggen gewoon van... misschien heb ik het niet zo heel goed gedaan, maar ja. Heeft hij dat wel eens gezegd? Ja. Hoe vaak ben je bij Frans en Gonnie op de koffie geweest en dat je bij hem de dam op kwam rijden en dat je dacht, ach, hij gaat me toch niet vertellen dat hij ermee gaat stoppen? 1 keer. Ja. 1 keer na een voorval en ik dacht echt van, het emmertje loopt over. Heb je hem toen moeten behoeden voor het weglopen? Heb je hem gevraagd om niet weg te lopen? Ja. Hey, grote vriend. Kun je kijken? Hè? Kun je bij opa kijken? Van der Meer, fysiek heel sterk. In ieder geval een stuk sterker dan Ziyech. Dit is geen buitenspel. En Zivkovic wacht voor het doel. Zivkovic is er en raakt de lat. Jongen. Is Van Seumeren een type voor de Bunnikside of een type voor de Skybox? Bunnikside. Ja, 1000%. Nee, als je hem wel eens emotioneel ziet na een wedstrijd die niet helemaal verlopen is zoals hij wil, dan baalt hij er net zo van als wij. Hij blijft supporten en dan staat hij als eerste te springen en te roepen. En dan, en dan krijg je wel eens een beuk. Ai! Ah, nee, joh! Wat? Laat de bal niet uit, alleen de Joshua. Ah, maar houd dat. Dat was toch al over de lijn, op. Nee, Frans, dat was vraag. Gewoon, die gelopen ook af en toe weg, joh. Jeetje, dat is die fanatiek, zeg. Hij ligt gewoon op de stip, man. Schelen, Otte. Is dat niet te geloven, dit? Ah!
Frans Verzeumer is helemaal de grote baas van de club. Maar nee, het is een zeer toegankelijke en normale man. En en die ook gewoon passie heeft voor zijn club. Gisteren nog komt iemand naar hem toe en die geeft hem de hand. Mag ik met u op de foto? Dat is ook heel typerend. Dat gebeurt normaal bij spelers. En misschien nog wel bij de directeur, maar ook bij Frans. Dus ja, en daar geniet hij ook van, hoor. Dus, en dan samen met Gonny, dat is ook heel belangrijk. Ook die is een onderschatte vrouw. Geweldig mens ook. Want als je het over Frans hebt, dan moet je het eigenlijk ook over. Dat de succesvolle mensen een vrouw achter zich hebben. Maar Gonny staat achter hem, maar ook naast hem. En zo'n forum ook wel, inderdaad. Maar dat zij invloed heeft, is wel zeker, ja. Die zijn voor het leven geboren, gemaakt en die zijn zo close. Maar ja, Gonny is ook zijn rechterhand, is halve secretaresse. Ik zal nooit vergeten, ik stond bij een trainingskamp in Spanje en we stonden terug bij de terminal van het vliegveld. En toen zegt Frans, oh ja, waar is mijn paspoort? Linker binnenzak, Frans, zei Gonny. Als Gonny er niet meer is, dan kan je Frans wel afsluiten. Kijk, menig een van die leeftijd die zou zeggen, het is mooi geweest. Ik ga lekker op een tropisch eiland zitten. En ik vind het allemaal wel goed. Frans Verzuimer is niet zo. En die pakte de fiets en die ging naar de Noordkaap. Ik vond dat heel moedig. Want we lijken op elkaar, maar ik zou het niet doen. die lopen heel Europa in de rondte. Het wandelen naar Athene en naar Spanje en terug. En dan heb je een gesprek met hem en dan zegt hij van, ik heb nog nooit zo vaak naar Gonny de achterkant gekeken. En als je daar nooit wat uiteindelijk gedaan hebben en bereikt hebben, dat is dan wel weer heel mooi. Dat is dan wel weer, ja, daar kan ik mijn pet alleen maar heel diep voor afnemen. Ik ben geboren op bevrijdingsdag 1950 in Utrecht. Ik kom uit een gezin van 11 kinderen en ik ben nummer 4. Daarna zijn mijn ouders verhuisd naar De Meren. En daar ben ik vanaf mijn tweede met het hele gezin opgegroeid. Dat was een soort landgoed waar we konden voetballen, ravotten, rovertjes spelen. Dus we hebben een hele mooie tijd in onze jeugd gehad. Frans was vroeger een beetje een provo, hè? Maar was dat, kan ik ook gewoon goed dwars liggen, ja. Thuis ook, in de familie. En we was het daar niet mee eens, we was zo links als wat. Ja, hij was natuurlijk 18, toen moest hij trouwen. Zijn vrouw was net 17 en kreeg al een kindje. Toen voelde ze zich wel verantwoordelijk, maar hij wou niet bij zijn vader werken. En toen heb oom Gabriel, die heb hem nog opgevangen. Die heeft nu nog een paar jaar schoot gesorteerd. Ja, en toen is hij ook al een beetje zijn wilde haren kwijtgeraakt. En toen hij een jaar of 20 was, toen kwam hij bij Van Zeumeren. Ja. En dat had hij in een jaar tijd had hij daar al door dat hij daar de baas moest worden. Want dat had hij gauw door. Want hij was nog in 2 jaar bezig. Of die directeur vloog eruit en die vloog eruit. Maar hij heeft er ook een echte tent van gemaakt. Als je weet waar hij vandaan komt, met een kraantje begonnen. En toen, als ik hem hoor praten over mammoet bijvoorbeeld, dat is echt wel zijn trots. En nu nog bij bedrijven, dan, nogmaals, het is gewoon geld, weet je over, wat hij met hard werken verdiend heeft. Ja, en dan zijn jullie eens in de haven van Rotterdam, hè? Bij de
Onze concurrent Feyenoord. Ik heb nog steeds een beetje nare smaak van die bekerfinale. Hij kan niet tegen zijn verlies. Als je gaat vissen met een laaidig rooster en heeft je zo'n guppie, dan wordt het er zo een. Ja. Frans is een ontzettende winnaar. Kan niet tegen zijn verlies. Hij trapt Ziyech. Aller verdedigt dus mee. Schöne! Niet te geloven. Dat stond ik voor met schaak en dan ga ik er bijna maat gooien die het bord om. Dus hij kon absoluut niet tegen verlies. Ja, daardoor verlies je de wedstrijd. Ze hebben gewoon een 12e man. Op een gegeven moment lag ik een pakweg 100 meter voor. En ik moest een stuk over een weiland klunen. Ja? Dus ik ren. En ik wandel over dat weiland heen. Ik hoor een geheig en een gestamp achter me. Dat wil je niet weten, zeg. En komt Frans langs. Dus ja, hij moest en zou weer als eerste zijn natuurlijk. Waarom schiet hij op het laatst nou niet? Applaus, eigenlijk voor jezelf. FC Utrecht is trots op zulke supporters. Dank jullie wel. Ik heb altijd gevoetbald bij VV de Meren. En, maar mijn echte sport is altijd schaatsen. Ja. Dat vond ik eigenlijk ook geweldig. Ja. Voetballen en schaatsen. Ja. Ja, Elfstedentocht, nou ja, daar is hij volgens mij super trots op. Hè? Dat hij die, volgens mij is hij, weet niet, 2 of 3 keer gereden. In 85 heeft hij gereden, in 86 en in 97. Dus hij heeft, maar de 97 was illegaal. Dus toen werden er op een gegeven moment, Frans, die heeft overal kennissen in de wereld. Dus Frans had in Friesland weer kennissen en die had gezegd, ja, diegenen die er allemaal staan, die hebben zo'n oranje band om. Dus we hebben een stel van die oranje banden gemaakt, Gorny, of weet ik wie dat gemaakt heeft. En die hadden we allemaal onder onze arm. En we zijn in eentje op de iets voorbij de Bonkevaart door een weiland gegaan. En toen zijn we daarop gestapt. Het was koud, veel wind. Ja. En ik had eigenlijk nog niet op mijn schaatsen gestaan. Want ik zat op Ameland en Gorny had gezegd, je blijft nou eens. Toen was ik nog veel in het buitenland met mijn werk en zo. Je blijft nou gewoon lekker nou eens op Ameland. Ja. Maar ja, als het gaat vriezen, dan word ik helemaal gek. Dan word ik zenuwachtig. Dus ik had een rotsmoesje verzonnen dat ik voor 31 december terug moest zijn om bij de notaris iets te tekenen. En dat moest per se voor 31 december. Nou, toen kon ik het eiland af. En nou, toen ben ik de 1 januari gaan schaatsen om te kijken of het een beetje ging. En 4 januari was toen de Elfstedentocht toch? Dus ik had maar 1 of 2 keer geschaatst van tevoren. Ja, niet normaal, ja. En dat is zo gaaf, dan weet je wel. Dan kop over kop. Ja, ja. En dan rijden, weet je wel. Ah, oh, man. Dat is kikken. Maar zou die eentje zo komen dan? Nee, dat doe ik niet. Nee, absoluut niet. Jij fietst wel heel Europa door. Ja, ja, met dingen, maar... Nee. Toch schaam? Nee. Maar Frans was natuurlijk wel weer als eerste binnen. Ja, dat Frans vindt dat, wil dat gewoon. En dat is misschien ook wel goed dat hij die mentaliteit heeft. Want anders had hij die Russische duikboot misschien nog op de bodem gelegen. Dat is een roldok schip, deze. Die hier, die blauwe, hè, die voor je ziet daar. En het zijn vrij unieke schepen. Er zijn zeg maar zulke soort schepen zijn er maar een stuk of, denk ik, een stuk of 12 wereldwijd. Ja, zo kan je natuurlijk verschil maken. Of, je moet natuurlijk een beetje uniek zijn. Hè? Ja. Je moet iets hebben wat een ander niet heeft. Ja. Toen in 2001 zonk een Russische nucleaire onderzeeër, de Koersk. En dat was wereldnieuws. En Mammoet deed transport over land. Ja. Ja, en die hijsen op land. Hallo. Maar nooit iets op zee. Maar ja, ik dacht van joh, zo'n nucleaire onderzee. Dat bergen, dat is meestal trekken en plukken. Ja. Nou, dat zal wel heel voorzichtig omhoog gehezen moeten worden. En daar hebben we verstand van. Ja. Dus toen dacht ik, nou, toch eens kijken of wij die opdracht kunnen krijgen. En uiteindelijk hebben we die opdracht gekregen. Maar dat ging er eigenlijk om dat Poetin had beloofd dat hij datzelfde jaar dat ding eruit zou halen. Ja? Want die had zijn stemmetjes verloren bij,
bij het ongeluk, want toen bleef hij in zijn vakantiehuisje zitten. En toen is hij niet even naar gaan kijken en weet ik het allemaal. Dus dat was heel erg kwalijk genomen. Dus Spassky komt, dat is weer de grote baas boven. Dat is echt een van de net onder Poetin. Hij zegt, als jij hem eruit haalt, krijg je een standbeeld in Leningrad. Of Petersburg. En hij, maar als je hem er niet uithaalt, ja, dan weet ik je... De deadline van 21 september verstrijkt. En met het stormseizoen op komst begint het er somber uit te zien. In de pers wordt getwijfeld aan het slagen van de operatie. En ook de Russen voeren de druk op. Toen op een gegeven moment zei Frans tegen mij, dat je ook uithaalt, ja, dat ding moet nou om hem boven. De hele wereld staat op je dak, dus hij moet eruit. 3 dagen rustig weer is er nodig om de onderzeeër te bergen. Maar het is te laat. Het stormseizoen lijkt te zijn begonnen. Ik ken een verhaal dat hij met zijn dochter volgens mij nog even een of ander kapelletje ingedoken is om een schietgebedje te doen. En op het moment suprême werd het hartstikke goed weer. En dat ding was gelicht. En het werd weer slecht weer. Misschien heeft hij een beetje hulp van boven gehad. Hey, goed. Het ging super, hè? Ongelooflijk goed ging het. Ja, heel rustig. Geen touches. Heel relaxed ging het wel. Ongelooflijk, wat fantastisch. Dat is Hollands glorie ten voeten uit. Dat is ongelooflijk. Als je die film nog weer eens terugkrijgt, hoe ze het voor elkaar gekregen hebben. Het is echt niet te geloven, hoor. Nou, toen, dat werd wel blitz. Hij was er ook bij, dat we hem eruit haalden. Dus dat was heel leuk. En, maar goed, daarna is het bedrijf wel 3 keer zo groot geworden, hè? Na dat feestje in Rusland. Ja, en toen in 2005, toen ben ik gestopt. En toen was ik 55 en ik dacht, joh, ik heb genoeg gewerkt, ik heb hard genoeg gewerkt, ik vind het best. Ik stop er mooi mee. En uiteindelijk ben ik toen met Gonnie ben ik 1,5 jaar gaan wandelen door Europa heen met een rugzak. En toen in 2006, toen we voor de Pyreneeën stonden, zei ik tegen hem, ja, zometeen zijn we thuis. Ik zei, wat moet ik dan gaan doen? En dan heb ik even de stress van een voetbalclubje erbij gepakt. Ja, dat dacht ik ook zo makkelijk over. Dacht ik ook, ah ja, zo'n clubje. Altijd een gezeik, gaat zo slecht bij Utrecht. Toen kwamen ze, vroegen ze of commissaris wilde. Ik denk, joh, als je een bal hebt, koop je toch die club. Nou, dat heb ik geweten. Loop je nog steeds achteraan. Hij laat niet los. Ik denk dat heel veel ondernemers die in zijn situatie waren geweest, misschien al 4 jaar geleden, gezegd, nou, als er een Rus of een Chinees voorbij komt, dan kijk ik toch wel of ik mijn aandelen kwijt kan. De club is bijna gezond. Gelukkig wel. Hij wil er succes van maken en met elkaar komen we er heel uit. Dankzij Frans van Zeumeren. Ja, beslist. Zonder hem was de club er niet meer geweest. Daarom heet het een dokschip. Het is eigenlijk gewoon eigenlijk een soort dok. Oh, jezus. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dan kan je wel wat niet kwijt. Ja. Ja. Als je spullen erin moet rijden, dan heb je in de hele wereld verschillende kaders. Ja. He, een hoge kade, een lage kade. En doordat je die rampen allemaal verschillende hoogtes kun je, eigenlijk overal kan je oprijden en afrijden. Dat is ook iets wat ook uniek is aan deze schepen. Die laat je gewoon als zo'n vrachtwagen, die gaat gewoon omlaag. Die klep gaat gewoon omlaag en dan kan je zo inrijden. Of invaren als je afzinkt. Een moment dat zal me altijd bijblijven. Dat was mijn eerste jaar. En toen ging het eigenlijk even. Ja, zaten we in een hele moeilijke fase waar we misschien wel. Waar we in de onderste regionen stonden. En toen zijn we met z'n allen uitgenodigd in zijn skybox eigenlijk. En toen heeft hij zo'n passievol verhaal gegeven over die berging van die Koersk. En met stukjes van die documentaire erover. En, ja, om zeg maar die koppeling te maken naar ons op het veld. En ja, wij wonnen die wedstrijd voor Heracles, was dat volgens mij
Ja, voor Heracles was het. Dat was Robben te ronder. En dan moesten we winnen, ja. Drie dagen daarna was die wedstrijd en wij wonnen die. En toen hebben we hem ook het kleedkamer ingetrokken. En ja, dat gaf zo'n indruk, denk ik. En waardoor we dat seizoen eigenlijk een beetje op die manier gekanteld hebben. Dat weet ik zeker. Hij probeert de club zo gezond te hebben dat als hij neervalt, dat ze verder kunnen. Zo probeert. Dat zit ook echt in zijn hoofd, hoor. Dat het zo georganiseerd is, dat het zo goed loopt, dat hij kan zeggen van de groeten. Op de vraag die zou je kunnen stellen van hoe is het dan na die 10 jaar? Ik denk dat Frans echt nog wel aan deze club verbonden wil blijven. Maar dan wel meer met meerdere partners. En dat is ook goed voor de continuïteit van de club. Ik denk dat hij, als hij 10 jaar dichterbij komt, dat hij nog even krap van oké. Maar dat hij nog wel uit clubliefde doorgaat. Dat is de aard van het beestje, denk ik. Hoe hij ook zat te vertellen over ja, dat hij eerst met Mammoet dat hij daar eruit ging. En later toch wel weer zelf is gaan beginnen opnieuw. Ja, dat zal met FC Utrecht, dat zal hij nooit loslaten, denk ik. Ik denk een grotere supporter van de club is er niet. Ik weet zeker, stel dat hij er ooit mee ophoudt, blijft hij gewoon supporter van FC Utrecht. Dat zit hem gewoon in zijn hart. Is hij lid van de supportersvereniging? Ja. Ja. Ja, bedankt hè. Succes bij de volgende. Bedankt hè. Hopelijk weer in de Kuip, de bekerfinale. Hè? Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. Als de uitslag ging ik even schaatsen op natuurijs. Maar ik had altijd blaren binnen no time. Ik heb 25 jaar dezelfde schaats gehad. Helaas zijn ze helemaal kapot. Ja, ja. Maar ik heb nog liever mijn schaatsen onder als dat ik mijn schoenen aan heb. Ja? Heel raar is dat. Ja, de club zit in mijn hart. En ik ben echt van plan om toch door te gaan. Het zou mooi zijn als er nog een paar mensen bij komen die me helpen. Maar ik ga ze niet zomaar weg bij de club. We'll be right back.